Hallo allemaal, superleuk dat jullie kijken naar een gloednieuwe video. Ik ben Nikki en in deze video neem ik jullie weer verder mee met de opbouw van het nieuwe 2 meter aquarium. Ja, ik zit hier nu even later de intro op te nemen, want ik was zo slim om de intro niet op te nemen eerder. In deze video gaan jullie zien dat... ik ben verder gaan met opbouwen dat er daadwerkelijk water in het aquarium komt. Het filter geïnstalleerd wordt en hoe ik dat doe met enten vanuit een ander filter. En ook neem ik jullie daarin gewoon mee. Dus jullie zien mij zo meteen weer terug in de tijd gaan, zeg maar. En dan zien jullie dat ik weer verder ga met het aquarium en dat er ook echt water in komt. Dus ik wens jullie heel erg veel kijkplezier. Ja, zoals jullie zien is hij nog leeg. De bak moest even verder helemaal uitdrogen. En nu is hij eindelijk klaar dat er daadwerkelijk ook water in komt. Inmiddels is er ook een filter, dus hij kan daadwerkelijk ook gaan indraaien. Verwarming is er ook, nog steeds geen verlichting. Maar inmiddels kan er nu in ieder geval water in. En ook is gisteren 50 kilo zand gebracht. Dus dat ga ik vandaag heel erg leuk wassen. Dat wordt leuk, 50 kilo zand wassen. En dan het erin zetten. En dan zal ik jullie gewoon meenemen in hoe ik dan even verder alles doe. Installatie van het filter, dat soort dingen. Want jullie hadden aangegeven dat jullie het toch het leuk zouden vinden als ik echt stap voor stap jullie meeneem. In het avontuur met het nieuwe aquarium. Ja, verder komt er nog vrij weinig in. Ik heb dus een paar stukjes hout die ik in huis heb, komt er natuurlijk gelijk in. Maar in ieder geval, dat is dus nu het plan. Dus ik ga maar beginnen met klaarzetten en voorbereiden voor 50 kilo zand wassen. Oké, hier staan even wat dingen klaar. 50 kilo zand en 4 emmers, 3 emmers en een bak. Jullie kunnen dan duidelijk ook gewoon zien hoe ongelooflijk vies het zand is. Want ik ga natuurlijk gegarandeerd de vraag krijgen. Nikki, je bent knettergek dat je zeg maar... 50 kilo zand gaat wassen. Ja, ben ik ook. Nee, geintje. Maar het is zeg maar zo dat ik het eerst wil wassen. Omdat het viezigheid dat eruit komt zo erg is. Er komt zo ongelooflijk veel stof uit. Wat ik gewoon niet in mijn bak wil hebben. En dan zou je denken van ja, maar dat is toch een paar dagen. Dan is dat wel weer helder. Dat klopt. Alleen elke keer als ik dan mijn bak ga afhevelen. Of elke keer als ik een plant in of uittrek. Komt die stofwolk weer terug omhoog. En daar heb ik helemaal geen zin in. Dus dan heb ik liever dat ik nu dan even 2 uurtjes bezig ben en een bloedhekel heb aan wat ik doe met zandwassen, 50 kilo zandwassen, dan dat ik daar later nog weer maanden last van heb. Dus daarom doe ik dat nu. En ik moet echt een jas aan gaan doen, want het is echt heel koud. Maar dan ga ik daar dus mee bezig en dan ik neem jullie wel gewoon mee. Zo. Ik heb hier achter me alles klaargezet en ik zal wel alvast gelijk de meest gestelde vragen gaan beantwoorden. Namelijk, wat is het zand? Nou, dat is filterzand. Waarom filterzand? Behalve dat het vrij goedkoop is en daardoor gewoon heel erg makkelijk in gebruik is, is het ook nog zo dat het gewoon heel erg goed zand is. De korrels fijn genoeg dat corridoren erin kunnen grondelen en dat het daarin gewoon echt daadwerkelijk zand is. Maar het is niet zo fijn dat het mega snel dichtslipt en het gewoon heel erg fijn in onderhoud omdat het wat grotere korrel is. En dan gaat de vraag komen welke korrel heb ik precies. Ik heb de 0,75 tot 1,25 mm korrel en waar ik hem vandaan heb staat wel een link in de beschrijving. Dus dat. En ik heb hier een tuinslang en ik zit de zon in te kijken dus ik moet echt dat schaduwstukje hebben zeg maar. Ik heb hier een tuinslang en ik gooi zo meteen gewoon letterlijk zand in een in die bak. Zet ik de tuinslang erop, ga ik spoelen en dat doe ik denk ik een keer of 3-4. En daarna ga ik het of in emmers doen of ik loop gelijk naar het aquarium en gooi het erin. Daar ben ik nog niet helemaal over uit. En dan vragen jullie af waarom heb je dan al die extra emmers? Omdat elke keer als ik dan mijn zand of het water weer wegspoel, dat is ook de reden dat ik buiten ben trouwens. Dat ik buiten zit omdat zand dus gewoon gelijk in de tuin in te gooien. Dat overige spoelwater gelijk de tuin in te gooien in plaats van dat ik daar dan binnen mee zit. Alleen heb ik de tuinslang dus nog steeds aanstaan. En ik heb geen zin om continu binnen naar de kraan te lopen en die uit te zetten. Dus dan gooi ik dat water even in emmers en dan kan ik het later weer gebruiken. Zodat ik zo min mogelijk verspil. En ik zal jullie wel gewoon meenemen in hoe ik het precies doe. We'll be right back.
zand gewassen. En het viel aan me eigenlijk nog mee hoe lang het duurde. Dat was wel een beetje zwaar, want zand is zwaar. Maar er zit in ieder geval zand in en ik had eerst zoiets, oh, dit is meer dan genoeg. En toen ook echt zoiets, dit is veel te weinig. Maar ik heb nu zoiets van, ik denk dat het goed is. En we zien het wel, want natuurlijk komt het niet overal planten. En waar geen planten komen, hoeven we ook geen dikke laag zand. Dat doe ik maar echt maar, weet ik veel, een paar millimeter te zijn dan. Nou ja, en verder is het zo meteen vullen. Alleen ik denk dat deze bak komt op 50-50 kraanwater osmose. Alleen ik heb hier niet zo eventjes 350 liter osmosewater liggen. Dus dat wordt gewoon eerst vullen met 100 liter osmose wat hier in de tank zit. En daarna wordt het met verversen langzamerhand wel naar de goede waterwaarde gebracht. Maar het zal dus niet gelijk goed zijn. Op zich is dat voor het indraaien ook niet erg. Nu is het ook nog zo dat ik voor het indraaien dus in principe niet met planten ga indraaien. Want nu ik dit opneem is het over anderhalve week vivarium. En dan hoop ik echt mijn hout te vinden. En daarnaast zal ik mijn planten bestellen. En ook daarin zal ik jullie gewoon meenemen in het plantenverhaal. Want dat vind ik altijd leuk. Ik hou van planten, maar dat weten jullie al. Dat komt dan. Maar voor nu is het in ieder geval wel zometeen vullen en het filter aan. Het filter is overigens een Hydra Filtron 1800. Of dat genoeg is, moeten we even zien. Ik hoop het. En ook qua stroming is dat even moeilijk. Maar we hebben al een stroomspomp in huis. Dus nou ja, dat zijn allemaal dingen. Dat wordt een zoektocht. En dat wordt kijken hoe dat gaat. Maar in ieder geval zit er zand in. En kan er zometeen water in. Kan niet vol. En kan niet draaien. En we gaan ook beginnen trouwens met indraaien. Met gedeeltelijk filtermateriaal uit mijn 1 meter. Zodat die al gedeeltelijk is ingedraaid. En net iets beter is ingedraaid. En stabieler is als er daadwerkelijk ook vissen inkomen. Dus, ja, hij is echt groot. Dat besef ik wel even. Want ik gooi er dan zo'n bak zand in. En dan moet ik er half in hangen. Want dan kom ik niet bij de bodem. Ik heb echt zoiets van, shit, als er straks water in zit. Dan wordt het nog wel eens wat. Met snoeien en planten en dat soort dingen. Dan mag ik eerst de bak tot hier leeg hebben. Ik heb zoiets van, oké. Maar in ieder geval, we zijn weer een stap verder. En toen begon het heel erg donker te worden. Dat heb je 100 keer versneld natuurlijk nog veel sneller. En nu zien jullie dus dat er eventjes een lampje boven zit. Maar de bak inmiddels helemaal gevuld is en vol water zit. Dus dat is wel heel erg gaaf. En dan neem ik jullie nu mee in het installeren van het filter. Oké, we zijn het filter aan het installeren. En alles zit nu in verpakking. Ja, dit is dus 3DM filtermateriaal. Ja, het heeft hetzelfde porieuze iets als dat Ciprax heeft. Met andere woorden, is dus van gesinterd glas gemaakt. En betekent dus dat water er doorheen kan in plaats van er alleen langs. Waardoor bacteriën nog meer oppervlakte hebben om te groeien. Ik voel me echt een verkoper als ik dit zo vertel. Maar dat is wat het spul is. En het zit nu allemaal nog in plastic, maar dat halen we dus uit. Nou ja, alleen dan ga ik eventjes mijn 1 meter, mijn JBL, openhalen. Om even wat filtermateriaal daaruit te stelen, zodat die al gedeeltelijk ingedraaid is. Oké, je zou niet zeggen dat ik hier meer dan een half jaar niet in heb gekeken. Oh, jullie kunnen het zien. Typisch. Kijk. Een flits heeft deze camera. Geweldig. Valt echt mee hoeveel bende hierin zit. Wauw. Oké. Laten we eens kijken wat hieronder zit. Oké, laat ik eerlijk zijn. Misschien heb ik iets te lang niet gekeken in dit filter. Ik voelde eronder iets drappig. En ik had al zoiets van, laten we eens kijken wat het is. Nou, één groot smurrie. Dat zit dus allemaal onderin dat filter. Voor de rest is dit er nu uit. Dus filterpijpen die erin zitten.
Alleen, ja, hier schrok ik een beetje van. Het is een klein beetje een bende. Dus ik denk ook mooi dat ik deze smurrie pak. En dat het nieuwe aquarium inzet. Dan is hij in ieder geval geënt. En dan ga ik dit even zien hoe ik dat ga doen. Verder zijn het bonsen. Dat is allemaal nog wel prima. Dat valt ook best mee hoe vies het is. Ja, die buitenste rand een beetje. Maar... Nou, filter zit weer in elkaar. En nu komt het leukste. Filter weer draaiend krijgen. Dat is altijd echt iets waar ik zo goed in ben. Ik ken techniek en daarin niet zulke goede vrienden. Maar oké. Misschien dat het eens een keertje lukt. En dat het gelijk lukt. We gaan het zien. Hij zit weer in elkaar. Dat viel nog best mee. Oké, stekker er terug in. Heel veel lucht. Belangrijk is toch kijken of je er doorheen komt. Ja hoor. Hij komt er doorheen. Oeh, mijn bak is mooi. Ik zal jullie even laten meegenieten van het mooie uitzicht nu. Dat mijn aquarium heeft. Het is toch prachtig. Zo mooi altijd. Ah ja, is mijn nieuwtje alweer helder. Leuk. Zo. Eerst water erin pompen, toch? Ja. Oh, doet hij zelf op. Nee, dat is leuk. Oké. Okay. Dat was ingewikkeld. Kijk, daar zien we de andere kant. Maar... En dan kunnen we aan. Oké. Okay. Nou, gaat ie. Nou, dit was wel een moeilijk filter om op te starten. Moet je hier eruit, maar dat kan niet zien. Nee, dat maakt niet uit. Want voor de duidelijkheid, cartridges zitten er nog niet in. Ik start de bak op zonder cartridges. En dus zonder de hydrawerking zelf. Het is nou een normaal potfilter. Zit al wat lucht in die? Ja, vrij logisch. Ik ben benieuwd of hij de bak alleen aan kan. Ja, dat is goed. Flink stroming. Maar ja, genoeg. Denk niet, hè? Want ik bedoel, daar zit je zeg maar met dode hoek dan gelijk. Ah nee, kijk, het stroomt hierheen en dan daarheen, hè? Ja, oké. Okay. Ja! Er zit water in. Hij is vol en uiteindelijk een bak draaien. En het filter staat aan. En er komt een kat door het kattenluik nu. maar er zit dus water in. En hij is ook al best wel weer vrij helder. Alleen omdat er geen verlichting boven zit, lijkt het echt groenblauwig. Maar oké, hij is vrij helder. Ik ben ook even naar de winkel geweest om van dat zwarte plakfolie te halen. Het liefst had ik gewoon echt aquariumposter gehad, omdat dat wat minder weerspiegelt. En niet continu van die bubbels achterlaat. En dit is ook vrij moeilijk nu erachter te krijgen, omdat je continu zit met die bubbels. Dus dat wordt eventjes een gevecht. Ja, ik kom er eventjes tussendoor. Het is inmiddels later en we hebben inmiddels een oplossing gevonden voor het probleem. Want een poster krijg je daar gewoon niet achter. Dus wat we gedaan hebben is die poster op een 4 centimeter dikke piepschuim plaat gelijmd. En dan de randen ja, met duct tape gedaan, zodat het even iets minder wit opviel. En dit is dus gewoon piepschuim. En het voordeel hiervan is dat we hem als het goed is, want dat doen we vanavond, schuiven we hem er zo achter. Maar het voordeel ook nog is dat hij 4 centimeter dik is en dat piepschuim is dat hij ook nog eens isoleert. Dus dat scheelt weer een beetje in de stroomkosten die toch wel een beetje hoog gaan worden met zo'n bak. En eigenlijk is het best wel heel erg goed gelukt. En je ziet hier en daar wel wat ribbels, al valt op camera nog meer op dan in het echt eigenlijk. Maar het is waarschijnlijk dat dat maar heel weinig opvalt en dat is veel beter dan... allemaal bubbels zeg maar tegen het glas aan. Dat is echt kansloos niet er goed achter te krijgen. Dus dat is daarvoor de oplossing.
Verder zijn we gisteren even verder gaan kijken met de stroming en zit er inmiddels een stromingspompje bij. En eigenlijk is die best wel heel erg goed en lijkt dat voor nu prima. Dus het is natuurlijk even afwachten hoe het daadwerkelijk is, maar voor nu lijkt de stroming best goed. Maar er zit wel een extra stromingspomp bij die dus eventjes de pomp helpt met begeleiden. En dat de stroming de hele bak doorkomt en niet de halve. Maar dat valt me eigenlijk niks tegen. Want ik had verwacht dat het moeilijker zou zijn. En dan weet ik ook hoe de stroming staat. Dat ik er rekening mee kan houden in de inrichting. Dus ja, en de inrichting komt dan hopelijk met vivarium. Dat ik tenminste hout heb. En daarna dat ook de planten besteld kunnen worden en erin komen. En dan kan uiteindelijk echt de bak draaien. Maar in ieder geval, voor zover is hij nu. Daarnaast nog even een kleine oproep. Ik wil misschien een video gaan maken waarin ik gewoon even alle vragen beantwoord die zijn gekomen over dit aquarium en die maar terug blijven komen. Dus mochten jullie vragen hebben over het nieuwe aquarium, laat me het even weten. Dan ga ik gewoon even een aparte video maken waarin ik die allemaal beantwoord. Want jullie merken dat ik het door de video heen wel wat probeer al een aantal vragen te beantwoorden. Maar het is makkelijker als ik daar gewoon even een hele video van maak. Dus mochten jullie vragen hebben over het nieuwe aquarium, laat het even weten in de reacties. Mochten jullie deze video leuk gevonden hebben, laat dan even een duimpje achter. En mocht je dit avontuur verder willen volgen met het nieuwe 2 meter aquarium, vergeet dan zeker niet te abonneren. En dan zie ik jullie heel erg graag de volgende weer terug. En dan zie ik jullie heel erg graag de volgende keer weer terug bij een nieuwe video. Dus doei!